Hallo Black Legion, welkom bij een nieuwe part van Mafia 2. We zijn niet meer bij de docks. Ik ben even naar huis gereden, zeg maar. En pak je die auto mee. We gaan nu met een snelle auto daar naartoe. Een snelle auto naar de limo toe. En dan hopen dat het goed ging. Ik had al net wat opgenomen, alleen... ik had de limo en al. Alleen toen crashte ik helemaal dood. Toen moesten we helemaal overnieuw beginnen. En ik crashte ongeveer... daar. Gewoon ongeveer 10 meter naast. En het was behoorlijk pist. Maar we gaan het dus nou even anders aanpakken. We zijn er niet meer wanted. We hebben andere kleren aan. En we hebben een snelle auto om daar te komen. Dus het zou nou allemaal een stukje makkelijker moeten gaan. Als het goed is. Maar op zich, het plan wat ik net heb, net had, werkte wel goed. Net heb gebruikt, wil ik eigenlijk meer zeggen. Dat was gewoon de auto ergens neerzetten, zodat hij de hele weg blokkeert. En dan kun je makkelijk en rustig gewoon alles killen, zeg maar. Dat was op zich wel, wel handig. Maar we gaan nou met deze hele mooie snelle auto. Mooier dan die cabrio, vind ik nog steeds. Get out. Oké. Okay. View the mission. Start. Dan gaan we even beginnen met deze missie met de limo. Het is echt een irritante missie aan het worden nu, maar... Ik heb hem al redelijk vaak nog overnieuw gedaan. In de vorige part in ieder geval. En dus ook al zo net een keer. Alleen toen door mijn eigen stomme fout ben ik ergens tegen aangeknald. Met te hoge snelheid waardoor ik dood ging. En vond die game dan net niet zo grappig, zeg maar. Helaas. Maar we gaan hier naar boven. We hebben nu al velocity, dus we halen wel veel meer punten nu. Zo, die taxis hier vinden al een kut. Er rijdt ook een politieauto. Oh, Piet de Post aan de kant. Oké, daar gaan we. Velocity... Vliegen gewoon voorbij die politieauto. Het schijnt mij niet zoveel. Want zij kunnen ons toch niet bijbenen. Dus tegen de tijd wij daar ginds zijn, dan zijn ze alweer van ons af. Kijk, of zijn wij van hun af eigenlijk? Beter gezegd. Oh ja, zelfs deze zonder te crashen. Wat dacht je daarvan? Ja, ja. Ik kan wel rijden. Niet zo heel goed in deze game. Maar. Zoals daar het remmen en dergelijke. Dat duurt al veel te lang met. Hey, pick-up. En meestal ook, de besturing is ook traag. Ik druk zeg maar nu naar links. Kijk, en nou pas gaat hij naar links. Dus je moet al 3 seconden van de vorige knopje in gaan drukken, zeg maar. Voordat hij maar wat reageert. En daar maak ik soms ook iets aan. Maar als ik zeg maar nu rechts druk, nou pas gaat hij echt naar rechts. Dus ze zijn echt traag qua reactie, zeg maar. En dat maakt het ook vaak dat ik net ergens tegenaan knal. Omdat ik altijd net doe. Net zoals bij Need for Speed en eigenlijk doe ik het ook altijd. Maar dat wil dus niet echt in deze game. Omdat we dan overal tegenop zitten. Omdat die game trager reageert. Dus ik geef gewoon de game op de schuld. Want met Need for Speed en eigenlijk rijd ik wel goed. Nou is dit wel een andere game natuurlijk, maar... Ze reageren gewoon traag. Als ik nou naar links druk. Nee. Het is lastiger. Maar we zijn er bijna. We hebben het heel snel gedaan nu. Deze auto, dat helpt echt heel erg. Linksaf. Zo heb ik het net ook gedaan. Dat werkt op zich wel. Oh, wel heeft de politieauto langs laten. Ga maar. Het punt net was ook namelijk. Zo. Kijk, de andere auto's kunnen er langs. Dat had ik net ook niet goed gedaan. Toen had ik hem over de hele weg heen gezet. Zij gaan er nou ook omheen, hè? Ja. Het is in ieder geval wat vertraging. En wat ik vervolgens heb gedaan is hier naar achteren. Hallo mensen, ik doe hier niks hoor. Thompson is leeg, pistool. Zorg dat hij reloaded is. En nu pakt die dude zijn pistool. Gauw hier achter de muur. En net had ik ook geen politie bij me. Oh. Mooi.
Ik heb geen gun, ik heb geen gun. Ik doe niks. Politie die arresteert als goed is nou die dude. Die naar mij toe gerend komt. Als goed is, handelt dit zichzelf af. Zie? Hier, hij wordt opgepakt. Oh yeah. Wat een geniaal plan. Hallo meneer, ik heb niks hiermee te doen. Zo! Wow! En vervolgens doet meneer politieagent alsof er niks aan de hand is. Ik moest een beetje hikken. Er is helemaal niks aan de hand, jongens. Helemaal niks. Gewoon genius. Echt gewoon genius. Maar als wij nou iets doen, dan gaan ze gelijk achter ons aan. Zij gaan niet echt weg met hun auto. Dus we zijn sowieso de lul. Wat gaan ze doen? Huh? Hij reset zichzelf gewoon weer. Hé, dat klopt niet hier. Oh nee, nog iemand die dood is. Ja, dat klopt. Nou, we gaan niet eeuwig wachten hier. Huh? Oh, ik kan dat zeggen. Gas, 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 gas. Oh, hell no. Oké, dan gaan we met de limo. De limo rijdt best wel chill trouwens. En kut, alweer blokkade hier, omdat ze elkaar gaan tegenwerken. Nou, dat is mooi. Aan de kant, move it. Mooi. Zij blokken de politie daar mooi. De politie die komt er toch niet langs en wij zijn van de politie af. We hebben wel een wanted license, dus dat is minder mooi. Maar we komen er wel. En we moeten dus geen schade rijden, want dat heb ik natuurlijk al gedaan in het stuk waar ik al eerder had opgenomen. Maar verwijderd heb. Het knalde ik ook ergens al voor die tijd keihard tegenaan. Toen moest ik hem eerst laten repairen. Omdat hij anders niet geaccepteerd zou worden door Derek. Dus moeten we nou iets rustiger rijden. Er mogen wel wat deukjes in zitten, maar hij mag niet een beetje total los zijn, zeg maar. Dus moeten we ons daar wel een klein beetje aan houden, natuurlijk. Want toen knalde ik hier keihard tegenaan. Oeh. Toen knalde ik eerst daar tegenaan, toen zat ik niet op te letten, omdat de auto een beetje kapot was. Toen knalde ik daar tegen de boom op. En dat bevorderde de zaak helemaal niet. Maar, nou gaat hij wel lekker. Zo komen we er wel. Oh kijk, politie. Die ziet ons niet genoeg. Goddank. Wat we nou moeten doen is naar rechts en dan nog een keer naar rechts. Zo, kijk, komt helemaal goed. Die politie komt van de andere kant. Dat is mooi voor hem. En wij gaan naar beneden, dus de politie ziet ons dan niet meer boven. Nou moet ik alleen eens opletten dat we niet te hard gaan en dat we dodelijk crashen. Het gaat wel gebeuren zoals die lang aan het rijden zijn. Maar we krijgen velocity, de punten zijn wel belangrijk, maar niet zo belangrijk dat ik alles overnieuw ga doen. Hier moet het nog niet af, maar bij de volgende wel. En toen knalde ik mooi hard door de bocht heen en miste ik die afslag nog eens. Dus gaan we nou even iets rustiger rijden. Kijk eens. Deze keer gaat het wel goed. Ik ben heel trots op mezelf na 3 pogingen. 300. 3. Was het maar 3? Maar de 300. Eerder. We hebben de limo bijna afgeleverd. Ik kom helemaal niet meer aan mijn woorden. Zo blij ben ik ermee. Get out of the car and stand back. Bam! Aardig veel cash erbij. Finish the mission. Een C. Nou, dat is mooi voor hen. Prima, pech gehad, boeit me niet. We zijn eindelijk van die fucking missie af. Begin your next mission. Dan krijgen we een nieuwe, denk ik. Ja. Want de rest hebben we allemaal gehad. Het huis trouwens wat we hier hebben. Daar waren we net. Dat is die van Marty. Smuggler's truck. Kijk, dat is onze auto weer. Die komt achter ons aan. De Hot Rod. Het is wel handig en lief van de game dat ze onze auto's samen meesturen. Bij finished. Zodat je in ieder geval weer weg kunt. En niet gelijk weer een auto hoeft te jatten. Dat is wel handig. Oh, regen. Dat vindt hij altijd nooit zo leuk en dan slipt hij helemaal. Dat doet hij al, maar dan helemaal. Oeh, fuck, kijk hier. Dat bedoel ik nou met die besturing die zo vertraagd is.
Dat ging echt nog maar net goed. Echt nog maar net. Nou, eens even kijken. Wat wordt dit? Smugglers. Smugglers lock. Joe got word a couple of shitbags are trying to move something big through the port without us knowing. Okay. It's gonna change real soon. Get your ass down here and find out what a little secret is. Bring whatever you find to the garage in Chinatown. And hey Joe, if some of them hurt along the way, even better. Get hurt along the way. Get to the docks and steal that shipment. Okay. Klinkt leuk. Gaan we doen. Get to the port in a car. We zijn bijna bij de port in een auto. Ah, fucking hell. Deze auto is al niet zo heel soepel. Kijk. Rust en geduld, dat helpt. Dat helpt ons. Waar moeten we heen? Oh, naar links. Deze keer. Oh, niet naar boven. Een rare verdieping is dat trouwens, daarboven. Er is niks te beleven, helemaal niks. Hey, niet leef. Ben je normaal of zo? Oh. Subject is about 6 feet tall, average size. 10-4. Staff. Suspect is on. Instappen. Roger that. Oh. Suspect is about 6 feet tall, average size. Huh? Copy that. Die duurt is er niet uit. Die duurt zich nog steeds vast in de auto. Oeh, shotgun. Haal uit die auto. Steel car. Schuif naar de kant dan, Joe. Hij, ik zit er gewoon stom in die auto. Doe hem verder niks. Kop hem eruit dan. Haha. Ga in die auto zitten, Joe, en gassen. Ik heb hier niet heel erg de tijd. Haha. Eindelijk. Het heeft even geduurd, maar... Fucking hell. Oké, waar moeten we heen? Daar helemaal naar boven, oké. Komt helemaal goed. Niet op mijn schieten, laat me met rust. Kom op, van. Dat is eigenlijk een lijkwagen, dit, hè. Ja, aan de kant. Oh ja. Ontwijk skills als een malle. Hé, kijk, daar hebben we nog een lijkwagen. Wacht. Fuck it. Dikke vingerwerk, hoor. Ik ga niet helemaal omrijden. Ik rij hier wel langs. Kunnen we hier doorheen? Nope. Kut, 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 kut. Mooi, 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 mooi. Ha. De politie zit nou vast. Die zit ook achter de muurtje. Dat scheelt, hè. Kom op. Fucking hell. Laat me met rust. Rem, auto, glijd, drift, doe iets. Wees lief. Mooi, we zijn er vanaf. Nou ja. Totdat we weer twee politieauto's tegenkomen, zoals nu. En dan worden we gelijk weer gezien. Oh, nee, 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 niet hierheen. Volgende halte eraan. Oh, kut, daar. Oké, kunnen we nog fixen, kunnen we nog fixen. Bocht om. Knal die politie altijd bovenop nou tegen elkaar aan, what the fuck. Park in the garage. Oh, bam, we hebben hem gehaald, met S zelfs. Binnen de tijd. Het is een fucking wonder. We hebben eindelijk iets gehaald. Nieuw apartment unlocked. Check the map. Wat? Alweer een nieuw apartment. Connection. Oh, dat is het huis van Vito. Dat is het huis van Vito. Vito, Vito. Oké, we hebben dus weer een connection. Maar waarom is die opeens goudachtig? We hebben verder geen enkele missie, hè. We moeten wel daarheen. Raar, joh. Best wel apart zo, die missie. Het is wel leuk, dat zeker wel. Het is wel een leuke DLC. Een beetje allemaal dingen die Joe allemaal heeft gedaan ondertussen toen hij zich verveelde.
kut, wij zijn nog steeds wanted. Abrotte, ik ben eerst. Maar dat is wel cool. Gewoon een beetje zien wat, wat Joe allemaal heeft gedaan in de tussentijd. Zoals dingen kapot rijden. Oh, ons kentekenplaat hiervan is nou ook bekend bij de politie. En ze willen ons niet arresteren, maar vermoorden. Nou. Dan wens ik ze veel succes. Uh-oh. Oké, het trucje werkt nog wel. Hallo mevrouw. Hallo andere mevrouw. Hallo meneer. Hallo hek. Oh kijk, nog meer politie. Kom op, drift. Goed zo. Kijk, komt helemaal goed. Oh, daar gaat het wel. Oh jee. Hier ziet die politie ons toch minder. Want ze zitten daar ginds. Oh, what the fuck. Ook een auto op zijn dak. What the hell? Nou, ik ben benieuwd wat de connection missie is. Waar is die? Hier ginds. Kant, move it, move it. Kom ook via de andere kant hier naartoe rijden, zeker. Yep. Aan de kant met jullie kisten. Oh oh. Oeh, fuck. Dat ging nog maar net goed. Een gouden missie. View the mission. Connection. Tony got word from Derek that some fuckers are trying to move some heavy shit for the ducks without coughing up their share. That's new news. This ain't the usual stuff, we're talking army grade shit here, okay. Enough to make a fortune in the street, Tony pulled some favors, looks like it's me and him on this job. Gotta take him for all they got. I pulled this off, could be a break I need to back in the what? Oh, could be the break I need to get back inside, okay. Meet up with Tony and head to the docks. Do whatever you do to steal those weapons. Start. Ben benieuwd. Loading. Saving. Hij is van alles aan het doen. Oh, we zijn er. Hey, listen, Joey. This will go a lot smoother if we do it nice and quiet. Alright. Oh, we zijn opeens hier op de docks. Find a way into the warehouse. Het is toch onze eigen warehouse? Of ben ik nog gek? Oh, wat zijn jullie aan het doen dan? Ik wil het eigenlijk niet weten. Nice and quiet, zei je. Zo, even de shotgun reloaden. Bitch. Was dat niet nice and quiet? Shit, great. Looks like we're doing it the hard way. Yay! The hard way. Living the way, the hard way, Steph. Oké, jij bent dood. Oké, was wel even leuk om de hard way te doen. Gewoon. We moeten heel rustig doen. Oké, okay, reload de shotgun. Ik heb bams. Nee, niet in de auto gaan stappen. Yo. Oh, zet de auto wel even iets achter. Zo. View the mission. Start, start, start. Nou, loading, saving. Do whatever you need to do, game. Oké, listen, Joe. This will go a lot smoother if we do it nice and quiet. Aha, nice and quiet. Dat ken ik. Dat kan ik zelfs. Vraag me alleen af hoe. Dit kan toch niet nice and quiet? Hoe wil je dat in vrede nice and quiet doen? Dat vond Joe niet zo leuk. Nou, weer overnieuw. Goed kijken hoe we dit nice and quiet moeten doen dan. Oké, listen, Joey. This will go a lot smoother if we do it nice and quiet. Dan gaan we wel eens vertellen wat nice and quiet is van hem. Kun je toch ook nergens overheen, of wel? Oh,
Hier, we staan helemaal niet in beeld zelfs. Kunnen we hier overheen klimmen dan? Nee. We kunnen helemaal niks. We kunnen helemaal niks. We kunnen niks, dus... de not hard way doen, zeg maar. Wow. En dan gaan we weer dood. Raar, joh. Dat was echt raar. Die missie kan gewoon niet nice and quiet. Je zit daar, je kunt niet klimmen, je kunt niks doen. Dus gauw... op een gegeven moment zeg je gewoon, oh shit! Van, hé, hey, er zijn mensen. Crap. Dat is een beetje stom. Maar ja. Het zal wel, we gaan verder in de volgende part. En dan gaan we proberen, niet nice and quiet, maar gewoon full bam de vol in. En gewoon allemaal kapot dragen. Dat lijkt mij een heel goed plan. Want nice and quiet wil dus niet, zoals je net ziet. Ik heb van allerlei dingen geprobeerd, maar... game zegt van, nee, doe ik niet. Dus, ja, ik zie je weer in de volgende part. Laters.